Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. We gaan het vandaag in Dommeland Live hebben over de Boermert in Liemt. We hebben een echte heerboer bij mij op de bank. Er komen 15 hele enthousiaste hockeymeiden. Volgens mij was dat één grote chaos, maar daar houden we van. En we gaan bridal painten met Petrien. Nou, het wordt wel een hele leuke uitzending. We hebben volgens mij ook nog een nieuwe intro, dus kijk daar ook maar eens naar. Mooi gemaakt door Berend Monen. Het is vandaag dinsdag 4 april. Welkom bij Dommeland Live. Ja, we gaan bridal painten, maar dat niet alleen, want volgens mij kan ze nog veel meer. We hebben onze eigen Petrien van de Eerde in huis. Welkom Petrien, leuk dat je er bent. Je gaat vandaag bridal painten onder andere. Ja, dat klopt. Ik ga bridal painten bij mijn model Laurie. Ja. Oké, want Laurie heeft een tatoeage op de rug. Ja. Daar ga jij straks meer over vertellen, maar jij doet veel meer, want jij hebt een eigen bedrijf, Wauwkleur. Kun je daar iets over vertellen, hoe je daarmee begonnen bent? Ik ben eigenlijk begonnen met. Daarna ben ik kleurenanalyses gaan doen. Okay. Ik heb een opleiding gevolgd. Maar ik wou eigenlijk meer. Er zit een klein gedeelte make-up bij, maar dat wou ik eigenlijk uitbreiden. Dus ik ben visagielessen gaan volgen. Okay. Dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik daar meer op ben verder gaan borduren. En ik vind de combinatie smink make-up heel erg leuk. Oké, en dan, dat vind je heel erg leuk, maar je bent uiteindelijk ook bij die bridal paint uitgekomen. Hoe begin je met zoiets dan? We gaan straks helemaal kijken wat het precies is, want ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van, nou, geen idee. Maar kun je eens uitleggen, hoe ben je daar dan opgekomen om dat te gaan doen? Toch van het sminken af, denk ik. En ik zeg al, de combinatie make-up, smink. Ik ben bruiden ook op gaan maken en... Er zat ook een bruid bij met een tatoeage. Ja, ik ben gewoon begonnen. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe of wat. Maar... Oké, nou, we gaan straks meer van jou zien. Want we hebben hier ook een echte bruid. Of ga je niet echt trouwen? Nog niet. Nog niet? Oh, is dit de hint naar de vrienden toe? Zo van, hallo, het is onderhand de tijd dat jij mij gaat vragen. Nou, hij wil wel trouwen. We hebben het er al wel over gehad, maar nog geen echte plannen. Nou, je gaat vanavond in ieder geval, ben jij het model voor de bridal paint, maar ook voor de visagie. Ja. We gaan dadelijk kijken hoe het allemaal eruit komt te zien. Dan gaan wij naar onze eigen herenboeren, ik moet het goed zeggen. Dat gaan we doen. Jullie mogen beginnen. Ja. Tot zo. Zo, mag ik ervoor nog? Dankjewel. Ja, heren. Goedenavond. Ik zei het al, de herenboeren. Ik heb te maken met Alex en met Geert. Doe even vertellen, wie ben je en wat doe jij als het gaat om de herenboeren? Alex van der Braak. Ja? Ik ben consument, herenboer eigenlijk. Oké, en kun je mij dan uitleggen wat een herenboer is? Een herenboer is een boer die een boerenbedrijf runt, maar voor zich feitelijk laat werken. Zo is het van oudsher. Was het zo georganiseerd. Dus die had knechten in dienst. Oké, maar en hoe kom je er dan op om dat zo te gaan doen? Het is niet mijn initiatief. Het idee komt niet van mij, maar van iemand anders. Oké. Maar ik heb me wel snel aangesloten bij het initiatief, omdat het me ontzettend aansprak. Oké. Niet om het idee om herenboer te zijn, nee. Maar om het voedselvraagstuk erachter. Ja, precies. Leg eens uit wat dan de gedachte erachter is. De gedachte erachter is om beter te weten waar je eigen voedsel vandaan komt. Okay. En om grip op je eigen voedsel te hebben. Ja. En om de voedselketen korter te maken. Dus de afstand van grond naar mond te verkleinen, okay. Eigenlijk. Oké, nou, duidelijk. En heel veel mensen hebben daar denk ik best wel heel erg oor naar. Zijn er veel mensen die ook herenboer zijn? Op het moment hebben we een kleine 110, 110 leden. Leden, want je kunt als lid zeggen, je wordt lid daarvan. Ja. En dan ben je mede boer.
Nee, ja. Mede-eigenaar. Mede-eigenaar? Ja, een corporatielid, want het is een corporatie die opgericht is. Herenboeren Wilhelminapark, zo heet het. Mm-hmm. En daarbij kun je je aansluiten. Ja. Oké. Okay. Ja. En je zegt al corporatie, dat betekent dat je ook zelf heel veel moet doen, neem ik aan? Of is het juist, werkt het juist anders? Andersom, je mag veel doen. Yeah. Er hoeft eigenlijk niks, er hoeft maar één ding, dat is je eigen voedsel afnemen. Oké. Okay. Dat is hetgeen wat eigenlijk moet. Dat... En de rest mag. Ja, op die manier. Oké. Okay. Ja. Maar dan is er wel, eigenlijk spreek je over een echte win-win situatie. Dus je zegt 110 mensen of gezinnen, of doen daar alle mee? Of hoe moet ik dat precies zien? Want jij zijn dat al... 110 gezinnen zijn er nou, zeg maar, aangesloten bij deze herenboerderij. En hoeveel mensen kunnen daar aan meedoen? We zijn op zoek naar 200 gezinnen. Vanuitgaande dat, volgens de statistieken heeft een gezin ongeveer 2,5 mond. Ja. En we hebben dadelijk willen voedsel gaan produceren voor 500 monden. Okay. Dus stel dat dadelijk die gezinnen allemaal 5 kinderen zouden hebben, dan hebben we minder gezinnen nodig. Ja, op die manier. Oké. Ja, en Geert, jij bent de boer. Ja. Maar dan moet je me eens uitleggen. Hoe ben jij gevonden? Dat is misschien een hele raar vraag, maar hoe, weet je, eigenlijk ben je dus op zoek naar een boer zonder boerderij die dit nu draaiende kon gaan draaien. Ja, ze waren denk ik op zoek naar een boer zonder boerderij. Die hebben ze niet helemaal gevonden dan. Oké. Ik ben vorig jaar ben ik gevraagd, zeg maar, door de initiatiefnemer Geert van der Veer, mm-hmm. of ik bij als boer bij Herenboeren wou komen werken. Mm-hmm. Goed over nagedacht en uiteindelijk heb ik daar wel het mooie van ingezien om zeg maar in alle sectoren, varkens, kippen, koeien, groenten en fruit, zeg maar, mijn eigen te kunnen ontwikkelen en zeg maar een mooi project van kunnen maken. Ja, en jij zegt al van, ze hebben een boer gevonden niet helemaal zonder boerderij. Hoe mm-hmm. zit dat dan precies in elkaar? Nou, ik ben gewoon, zeg maar, heel de week in dienst bij de herenboeren. Ja. En ik zit daarnaast nog samen met mijn ouders in het melkveebedrijf. Oh, op die manier. Gewoon een gangbaar melkveebedrijf. Ja. En bij de herenboeren doe ik zoveel mogelijk op het natuurinclusieve. Ja. Richting het natuurinclusieve willen we gaan werken. Ja, zoals je al zei, dan kun jij je ook ontwikkelen op andere stukken. Ja, op andere vlakken. Ja. Is dat nou geheel biologisch, wat er gebeurt? Wij doen zoveel mogelijk biologisch. Mm-hmm. Op de biologische manier, zeg maar. Maar biologisch wil zeggen dat je een skalnormering hebt. Okay. Maar dat hebben wij niet. Dat hebben wij niet nodig. Want normaal heb je een skalnormering nodig om aan om aan een supermarkt zo te kunnen leveren. Mm-hmm. Maar wij leveren alleen aan onze eigen gezinnen. Yeah. En die kunnen zien wat ik doe. Die, zeg maar, die kunnen in de boekhouding en die kunnen, zeg maar, bij de ledenvergadering horen en zien wat ik doe, hoe ik het doe. Yeah. Dus is het niet nodig dat wij certificering hebben. Op die manier. Ja. Ja. Oké. Okay. En kun jij het als boer nou alleen af? Want ik hoor Alex net al zeggen, zo van je mag meewerken, maar niets moet. Kun jij het in je eentje af? Of heb jij wel ook echt de hulp nodig van de herenboeren? In delen van het jaar kan ik het makkelijk alleen af. Zeg maar, in de winter is natuurlijk is er minder werk. Mm-hmm. Nou komt het voorjaar, is er nu. En nou stapelt het werk een beetje op. Ja. En dan ben ik dadelijk wel op zoek naar of vrijwilligers van de herenboeren. Mm-hmm. Of heb ik gewoon de mogelijkheid binnen het plan om gewoon arbeid in te huren. Oh, op die manier. Maar hoe meer arbeid ik in moet huren, hoe duurder dat het eigenlijk wordt. Ja. Hoe duurder dat uiteindelijk de producten ook worden. Ja. Ja, zo moet je het niet helemaal zien, omdat de consument rekent niet het product af, maar die dragen, zeg maar, We betalen een contributie. Ja, dus die dragen de begroting, zeg maar. Ja, oké. Ja. Oké, okay. Maar en je zegt, even heel terugkomen op die reguliere prijs. Kun je het vergelijken met wat mensen in de supermarkt betalen? Of zitten jullie daar heel veel boven of heel veel onder? Of is dat redelijk hetzelfde? Dat is een gemiddelde supermarktprijs. Oké. Okay. Alleen wat ik net al zei, we rekenen de producten rekenen we niet letterlijk af voor een productprijs. Ja. We betalen een contributie per maand. En voor die contributie krijgen we voor de monden die we willen voeden, zal ik maar zeggen, krijgen we het eten aangeboden. Ja, dus het is niet zo dat we het vlees apart kopen, groente en fruit. Ja. We betalen contributie en daarvoor krijgen we ons eten aangeboden. Ja, op die manier. Oké. Voor een vaste prijs eigenlijk. Ja, op zo'n manier. En nu je bent daar dan lid van, maar stel nou dat je verhuist. Wat gebeurt er dan? Het certificaat, dus het lidmaatschap, kun je dan overdragen, dus verkopen. Ja, oké. Okay. Ja.
Dat, ja. Oké, okay, op die manier. Ja. Ja. En nou ja, goed, hè, je zegt, je geeft al wel aan, het zijn eigenlijk de reguliere prijzen die in de supermarkt zijn, hè, om het even zo te zeggen. Maar je hebt het, en je betaalt die contributie. Maar ik kan me ook voorstellen van mensen die een kleine beurs hebben, dat het ook wel een uitdaging is om daar, als, ja, om daar aan mee te doen. Vraag toch die contributie. Is daar aan gedacht om daarin te kijken, ja, hoe, om dat op te lossen? Ja. Ja, Het bestaat uit twee pijlers. Ja. Om lid te mogen worden, wordt er een entreeprijs gevraagd, 2000 ja. euro. Ja. En die 2000 euro die wordt gebruikt om te investeren in de boerderij. Ja. Bijvoorbeeld om een tractor te kunnen kopen, ja. om afrastering te kunnen plaatsen, ja. berekening, et cetera. En buiten dat wordt er gevraagd om het voedsel wat geproduceerd wordt, om dat te betalen middels die contributieprijs. Ja. En die contributieprijs, ja, dat is een gemiddelde supermarktprijs. Ja. En ja, daarmee zou dat eigenlijk... Ja, moet de begroting kloppend zijn, zeg maar. Ja, de begroting moet daarmee rondgemaakt worden. Ja. De leden die betalen zeg maar een tientje per mond per week. Ja. Ja. Voor alle soorten groentes, ja. appels, peren, pruimen, dat is fruit. Ja. En dan... ja, vlees van varkens, kippen en de koeien. Ja. Oké, okay, op zo'n manier. Ja. Even een hele andere vraag. Want jij noemde al net hè, bij het Wilhelminapark. Waar ligt dat eigenlijk precies? Want het Wilhelminapark ligt tegen de A2 aan, zeg maar. Ja. Ter hoogte van de afslag naar Boksel Noord, Sint-Michielsgestel. Oké, okay. Okay, echt helemaal lekker in het buitengebied. Gewoon ja. waar lekker de boerenbedrijven ja. zich allemaal vestigen. Ja. Oké. Okay. Is dit een heel erg mooi initiatief waarvan ik zou zeggen van, nou, dat zouden ze veel meer moeten doen in Nederland. Gebeurt het? Weten jullie dat of dat gebeurt, Alex? Ja, zeker. Heel actueel is in Weert bijvoorbeeld, in Rotterdam, mm-hmm. waar dezelfde initiatieven zich ontplooien. Mm-hmm. Waar dus corporaties opgericht worden, yeah. waar ook een dergelijke boerderij ingericht wordt. Dus waar ook echt een community gebouwd wordt. Okay. En dat staat ook op punt om... echt live te gaan. Hè? Dus dat het ook echt een boerenbedrijf gaat worden. Okay. En buiten die locatie zijn er nog veel meer in Nederland, veel meer locaties die interesse getoond hebben. Mm-hmm. En dat beperkt zich eigenlijk niet tot Nederland, maar zelfs ook buiten Nederland. Frankrijk, interesse vanuit Amerika volgens mij. Gaat best ver. Om het echt wel neer te zetten, wereldwijd dus eigenlijk ja. al. Ja. Oké. Okay. Nou is het wel zo dat op het moment dat je hebt te maken met de weersomstandigheden. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, als je een keer een slechte zomer hebt of een slechte winter, of nou ja, noem al de slechte momenten in het jaar maar op. Stel dat zijn oogst mislukt. Wat dan? Want dan heb je wel een klein issue, lijkt me. Nou, dan kijk ik even naar boer Geert. Ja, precies. Dan moet ik daarom. Kijk Geert er wat aan. Ja, we gaan het proberen te voorkomen, maar stel dat... de oogst mislukt, dan is het altijd nog zo dat waarschijnlijk niet heel de oogst mislukt. Ja. Het kan dus zijn dat er bepaalde teeltes, bijvoorbeeld van de groentes, mislukken. Hmm. Dat we het biologisch doen, zou het kunnen dat er bijvoorbeeld heel de koolvorpsen zou kunnen komen of zoiets. Ja. Maar dan mislukt nog niet heel de groenteoogst. We gaan een 50-tal groentes zetten, zaaien en planten. En de kans is wel groot dat er altijd wel een groot gedeelte van gaat lukken, zeg maar. Ja. Dus we gaan er niet vanuit dat alles gaat mislukken. En als er delen gaan mislukken, dan koppel ik het terug aan mijn bestuur. En die koppelen dan weer terug aan de leden van hoe dat we het dan op gaan pakken. Ja, precies. Ja, precies. Ja, want je wordt ondersteund. Je hebt altijd de backup van het bestuur. Ja, 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 ja. Nou heb ik begrepen dat er ook gewerkt wordt aan een documentaire over herenboeren. Back to basic. Vertel. Wie weet daar het meest over van jullie twee? Beide. Allebei. Nou, Geert, doe ze gooi. Er zijn twee dames die voor een opleiding zeg maar een documentaire maken over de herenboerderij. Ja. En daarbij filmen ze veelal familie van de Braak als consument en mm-hmm. mij als boer. Mm-hmm. Met de dagelijkse werkzaamheden, dus met het voeren, met het verzorgen van de dieren. Mm-hmm. Van de week zijn ze bezig filmen over het planten en zo, het snoeien van de fruitbomen. Ja. Ja, zo doen ze alle facetten van het bedrijf, nemen ze mee. Ja. En die komen dus geregeld, van 's morgens vroeg, 's avonds laat, momenten dat ze komen filmen. Ja. Soms gewoon binnengevallen en
Ja, het is wel heel mooi. En heb je een idee wanneer die documentaire af gaat zijn? Of Alex het heel erg, ja, dat weet ik. Nou ja, ja, dat weet ik. 18 juni gaat hij in première. En wordt daar groot aandacht aan besteed om die te laten zien? Volgens mij wel. Volgens mij is het zelfs de bedoeling dat hij op NPO uitgezonden gaat worden. Oh, echt waar. Bij Omroep Brabant. En nog wat andere kanalen volgens mij. Nou, wie weet kunnen we hier ook nog wel... Je weet het niet. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Nee, helemaal goed. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Mooi initiatief. Heel veel succes ermee. Blijf nog even rustig zitten. We gaan naar de vlog van Frans. Ja, start maar in. Dan ga ik daarna naar Petrien. Dit keer Frans natuurlijk vanaf zeg maar de mooie straatweg Broekdijk, waar een prachtige veetunnel is. En ik ben hier met mijn maatjes van Boksel natuurlijk, Roel en Berit en Carlijn. Kijk, daar zijn ze druk bezig met lekker te werken. Nou, wat dat betreft is het altijd heel gezellig en we maken altijd mooie plaatjes voor jullie. Hè. En als jullie tips hebben, dan geef dat maar eventjes door aan Boksel natuurlijk, of aan natuurlijk Dommeland. En ik laat ook heel even zien waar we hier bij staan, want het zijn prachtige prunella's. Nou, even nog mijn maatjes op de achtergrond meenemen. Dan zou ik zeggen tot een volgende vlog voor Boksel natuurlijk, oftewel Frans natuurlijk. Kijk, Carolijn die zwaait al mooi. Roel staat nu even met zijn koptelefoon op. Even kijken wat Berend is. Ah, daar is Berend. Ja, die zwaait ook nog even. Hé, tot de volgende vlog. Ja, we zijn inmiddels bij Petrien aangekomen. Ja, daar. We zijn inmiddels weer bij Petrien aangekomen. We hebben het stukje visagie gehad. Kun jij precies uitleggen wat je precies bij haar gedaan hebt nu, qua visagie? Even heel globaal, moest natuurlijk heel snel. Hè, van bruidsmake-up, normaal zijn we langer bezig. Ja. De foundation had ze al, dus ik heb de ogen gedaan en de mond. Oké. En de rouge. En de rouge, oké. En je gaat dadelijk beginnen met de bruidel. Dus dan gaan we in het volgende stuk gaan we dat zien. Dan vroeg ik me af, hè, want jij doet dit al een aantal jaar. Maar doe jij bijvoorbeeld ook wel met andere meiden dat je ze dit leert om dit te kunnen doen? Het visagie-stuk? Nee. Nee, dat is nog niet... Nee. En geef je zelf iets van workshops of geef wel eens aan? Ja, ik geef wel workshops in sminken en make-up. Oké. En sluit je wel eens aan zeg maar bij initiatieven dat je gevraagd wordt om de visagie te doen? Of is dit echt puur voor het bruidstukje wat je doet? Nee. Ik ben heel veel in kapsalons bezig en... evenementen, ja, van alles eigenlijk. Ja, okay. Heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende dingen. En hoe groot stuk is het bruidstuk dan, wat je daarin doet? Eigenlijk maar heel klein. Nou leuk. Hoe voelt het nou, zeg maar, om hier... Ik ben zelf met dat ding aan het doen, dat is helemaal niet nodig. Want ik heb een eigen zender, geniaal. Nou ga je daar ook de bruidel doen... Jij hebt zelf die tatoeage. Mm-hmm. We hadden het er net al heel even over. Nou, hè? Wie weet ga ik nog ooit trouwen. Zou je daar zelf voor kiezen, denk je? Om dat bruidel te doen? Ja, dat denk ik wel. Oké, omdat? Dat maakt het toch net wat zachter, zeg maar. Oké, ja. Ik ben blij met wat ik heb, maar... Ja, dat maakt het toch wat meer sierlijker, ja. Ja. Voor een bruiloft. Snap ik. Daar wel, Oké. Petrien, wij hebben ook nog een aantal foto's. Daar gaan we eventjes naar kijken. Kun jij vertellen wat wij daar precies zien? Foto 1. Ja, dit is ook een combinatie met smink en make-up. Ja, de smink zeg je... De make-up loopt eigenlijk over in de smink. Ja, ik weet niet of je dat heel goed kunt zien. Ja, aan de zijkant van het gezicht waar de bloemen erbij zitten. Ja. Dus gedeeltelijk, de oogschaduw loopt eigenlijk over in de roze smink. Ja, op zo'n manier. Oké. En dan eroverheen zijn die rozen... gepaint. Ja. Een mooie combinatie met echte rozen. Dit is een hele kleurrijke. Dat klopt. Dus een soort candy shoot, maar dan iets extremer. Mm-hmm. Dus ook make-up en smink in combinatie. Oké. Ja. En het is wel echt heel erg heftig, moet ik zeggen. Het is heel heftig, zeker voor mij, want ik hou eigenlijk van heel natuurlijke make-up. Ja. Yeah. Maar ook wel leuk om een keer te doen. Ja. En dit is een shoot met een fotograaf en een model. En dan zijn we van plan om het regelmatig... één keer in de maand of één keer in de twee maanden te gaan doen in verschillende settings. En doe je dat dan, even tussendoor, hè? Doe je dat dan in opdracht? Of is dit zelf waarvan jij zegt, zo van, nou, ik wil me verbeteren, dus ik doe dit en dan maken we daar gelijk een fotoshoot van? Dit doen we eigenlijk omdat we het met z'n drie heel leuk vinden.
Oké. Dus ja. Oké, nou duidelijk. Ja, dan werkt het goed samen. Dus, Ja, dat is ook wel natuurlijk wel erg belangrijk. Ja. Nou, dit is weer compleet wat anders. Volgens mij zien we een zwangere buik. Ja, dat is de belly paint. Oké, ontzettend leuk. Hoe lang ben je nou eigenlijk bezig met zo'n tekening, met zo'n schildering? Anderhalf uur toch wel. Een uur, anderhalf uur. Ja, en dat ligt het natuurlijk waarschijnlijk ook net aan hoe gek je het maakt. Dat klopt. En af en toe moet de moeder ook eens gaan zitten en staan. Een keer rondlopen, want het is natuurlijk wel een hele zit. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Oké, nou jij gaat beginnen met de bridal paint. Ja, we gaan dadelijk tussendoor kijken hoe dat eruit ziet. Ga aan de gang, dan kom ik zo bij jullie terug. Ja, prima. Ik ga er even voor door, heren. Want bij mij zijn aangesloten zijn de heren van de Liemse Boerenmert. Wat moeten jullie vorig jaar geschrokken zijn, heren? Ja, wij zijn vorig jaar extra geschrokken, maar dat kwam geleidelijk aan. Oké. Want in de vroege ochtend, toen was het in feite, viel het nogal mee met de harde wind. Ja. En je had het wel wat voorspeld, maar eigenlijk al een dag eerder. Ja. Maar goed, het viel mee en we zeggen, nou, we kunnen dus in feite de bal door laten gaan, was de ochtendgedachte. Ja. Maar in de loop van de voormiddag, althans al vrij vroeg, al rond 9 uur... Ja, toen waren ze die kramen tussen opbouwen. Ja. En Jan de Wint die kwam en ze gingen plat. En het ging plat, inderdaad. En dan moeten we er niet aan denken dat er met die etenswaren, met die gastoestellen en dergelijke, en het gevaar voor ongelukken, dan is het de veiligheid voor alles. Ja. En dan hebben we dus gezegd, hoe jammer dan ook, hoe jammer dat ook was, hoe erg dat moet ik vonden, we moesten ze sterker eruit trekken. Ja. Wij zijn met onze drieën van het comité de Mert overgegaan. Mm-hmm. Ik noem bewust de Mert, hè. Ja. De Mert overgegaan. Iedereen die daar bezig was met het opbouwen en stond te wachten. Ja. Stop, we trekken de stekker eruit. Ja. Kom naar de tent op de tip. Ja. Dan kunnen we een kop koffie drinken. En een broodje eten of meer als je wilt, want die hadden we genoeg. Ja. En dan gaan we uitleggen hoe dat verder moet. Ja. Nou, dan hebben we dus in feite door het verhaal gezegd, we moeten helaas stoppen. We hebben nog geluisterd naar Meetjongezult, naar Vliegveld Eindhoven. En er werd dus toen rond 9:30 werd nog verteld van, de windsnelheden zouden tot 125, 130 kilometer per uur kunnen komen. Wow. En dan zou het tussen 11 en 12 dan zijn. Ja. Ja, dan weten dat het nog erger wordt. Ja, precies. En dan wordt het echt gewoon ontzettend onveilig. Maar het was voor ons wel een ramp. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik ben voor de kijkers thuis jullie vergeten voor te stellen, want bij mij op de bank zitten Rien van der Laar en Jan Nijssen. Welkom heren. Heel erg onfatsoenlijk van mij dat ik dat niet even, dat ik daarmee begin. Maar het was gewoon echt een flinke domper vorig jaar. Ja, echte domper en dan moeten we dit jaar weer proberen te overwinnen. En we gaan natuurlijk op goed weer. Precies, want dit jaar gaan we uit van goed weer. We gaan wel nog heel even kijken, want vorig jaar is Dommeland ook komen kijken van hoe de sfeer was. Nadat jullie helaas moesten zeggen, we houden ermee op. Dus daar gaan we even naar kijken. De Boerenmert is volgens mij de allereerste keer dat hij is afgelast. Het is de allereerste keer dat vanwege het slecht weer wordt afgelast. We hebben het ook ooit moeten aflasten vanwege Monte Clausa. Maar het weer is zodanig, de voorspellingen van Meteo Eindhoven, waar we net contact mee hebben gehad, die zijn zo vreselijk slecht dat we de verantwoording niet durven te nemen om door te laten gaan vandaag. We waren net op tijd weg met inpakken. Want? En toen gingen die kramen de lucht in. Ja, en dan hadden ze eronder gelegen. En dan? Waar komt u vandaan, meneer? Uit de Achterhoek. Uit Almen. Met wat voor spullen stond u hier? Wij staan hier met een drukkerijmuseum. Ah. En de mosterdmakerij. Het is de eerste keer, hè? Afgelast. Dit is de eerste keer dat ik het zo meemaak. Ja, wat verschrikkelijk heftig was dat, hè? Helaas. En zoals die beste man al zei, ze waren net op tijd weg. Ja, net op tijd weg, want het werd nog erger. En het werd nog erger. En we zagen het in het filmpje al, van er kwam al even zo'n windvlaag voorbij. En dan kunnen de rampen... Dan kunnen er echt rampen gebeuren. Ja. Nou, hebben jullie het vorig jaar, zijn jullie op het punt aangekomen, zo van we moeten het aflassen. Waren jullie daar unaniem over dat moest gebeuren? Meteen unaniem over eens. Ja. We kwamen op een voormalig gemeentehuis natuurlijk bij elkaar als comité. Ja. En ook de voorzitter van de stichting. Ja. En we hebben dus gezegd, dit kan niet. Nee.
Nee, dat... Achteraf heel blij, want als er iets gebeurd was, wat dan? Ja, precies. Zal een heel jaren heugen. Ja, ja. Waren er nou mensen boos dat jullie moesten zeggen van we houden ermee op? Iedereen was positief over het besluit wat wij genomen hebben. Ja. Ik wil er nog wat toevoegen. In de tent, toen het verhaal gedaan werd, luid applaus. Ja, mooi. Opgelucht dat ze de spullen niet hoeven te laten vernielen door wind of dergelijke. Ja. Nou, daar kan ik me echt oprecht iets bij voorstellen. Ja, er zijn mensen die kwamen uit Zuid-Limburg, uit Zeeland, uit Overijssel. Ja. Ja. En die mensen doen niet, waren gewoon positief. Ja. Ja, je maakt voor iedereen dan een uit veiligheidsoverweging een beslissing. En heel veel mailtjes na afloop gekregen van volgend jaar komen we weer. En al deze mensen komen dit jaar weer. Ja, geweldig, geweldig. Dat is gewoon super. Heeft dat nou nog financiële gevolgen gehad? Het feit dat jullie dus... Natuurlijk heeft het financiële gevolgen gehad. Want ja, ik weet het, daar kan ik rustig hard op zeggen, want dat is geen geheim. Ja. We zitten er bijna 16.000 euro in. Oh. We hadden dus in feite alles is aangekocht, alles is besteld. De tenten, de attributen, de etenswaar. Ja, we moeten ermee. Ja. Ja. De voedselbank heeft er wel van gehad natuurlijk. Ja. En, ja. Voor degene dat is in de diepvries konden, dat kan dus bewaard worden. Ja. En voor de verdere rest is het aftellen en opruimen, wegwezen. Ja, je kunt daar gewoon... sommige dingen, daar heb je gewoon niet in hand natuurlijk. Nee. Maar dat gaan we achter ons laten. We gaan vooruit kijken. Want hij komt binnenkort is het weer. Dan wordt het... We gaan uit voor goed weer. Ja. Volgens mij zijn de voorspellingen best wel positief nog. Waarschijnlijk. Gaan we vanuit, hè? Ja. Tenminste, als het doorgaat in de trend waarin we nu bezig zijn, dan moet dat goed komen. Wat staat er op het programma? Wat kunnen we verwachten dit jaar? Ja, wat kunnen we dus verwachten? We hebben dus toch wel het programma hetzelfde bijna als vorig jaar, maar er zijn enkele andere dingen. Okay. Wij zoeken ieder jaar nog vernieuwing en verbreding. Ja. Ik denk dat we dit jaar een vrij aardig in geslaagd zijn. Er komen dit jaar ook weer die wasstraat. Heb je toch nooit niemand gezien hier nu? Dat zijn wasvrouwen die op een heel lange wagen, die gewoon dus de was doen en de lingerie uitstallen. En, zoals je dus 60, 70 jaar terug was. Ja. En dan kan ik wel vertellen, die was wel warm. dat is dus één. Dat is één, Wij hebben dus in feite, dus met op de tip, evenemententip, daar hebben we dus een non-stop muziekprogramma in de tent. Dus de mensen die graag willen daar blijven zitten en willen luisteren, kunnen er ook van genieten. Yeah. En voor de verder rest willen we dus ook het marktterrein uitbreiden. Yeah. Richting de Keefheuvel, ik weet niet of je al Liemte bekend bent. Ja, dat is een stuk achteraan en tot aan Broekse Gengsten, dat ze rond kunnen lopen. Ja. Dan hebben we in feite zo tot aan de Brierweg, Rozenhofstraat en zo, heel die ronde kunnen maken. Ja. Dan staan we dus in feite niet zo heel erg druk. Ja. Maar of we zo heel dicht op elkaar gepakt, dan moeten we hem ook niet hebben. Ja. Maar in elk geval, dan is er de ruimte voor. Ja. En dan voor de boerderij van de Spil, zoals ze dat noemen dan, die in de restaurant. De Liemse Hecht. De Liemse Hecht, Er wordt dus in feite een schoot in. Ingericht. Yeah. En dan heel iets nieuws is daar natuurlijk ook. We gaan dus een ouderwets erfhuis organiseren. Okay. En ik weet niet of je weet wat een erfhuis is. Nee. Dat is gewoon een boedelverkoop. Yeah. Zoals vroeger ooit met die oude families, met die vrijgezellen en dergelijke. Yeah. Daar hadden familie, die zaten ver weg. Hè. Daar waren we verre naast de familie. Yeah. En daar werd dus alles per opbod verkocht. Okay. En dan is dus een veilingmeester. Yeah. Dan noemen ze vroeger in een boegslichter. Ik leer hier een heleboel. Dat is één wat die gaat dus de waar één voor één aanbieden. Yeah. De bedoeling is dat we door een hoogkar neerzetten. Dat je vanaf een hoogkar, van zijn kansel af, de waar aan kan bieden. En mijn opbod proberen dus de zaak te verkopen. We hebben al heel leuke dingen bij elkaar. Yeah. Het is best, maar alles authentiek. Minstens 60, 70 jaar terug in de tijd met die spullen. Okay. Het enige wat nu veranderd is, het centrum van Liemte. Nou, dat wou ik inderdaad vragen, want het centrum van Liemte is veranderd. Ja. Hebben jullie daar rekening mee gehouden of dat geïntegreerd in jullie idee? We hebben nu op de tip is veranderd. Ja. De tent, er komen twee tenten staan. Ja. De consumptietent en de boerentent. Ja. Er komt ook een zweefmolen. Ja. Ja. Het voordeel van vorig jaar is, heel veel dingen komen van vorig jaar terug. Ja. Ook al was het vorig jaar de eerste keer, is nu nog steeds de eerste keer. Ja. We gaan dus richting de kiosk. Ja. Kiosk is aangepast. Ja. Die wordt nog mooier, maar die is aangepast. Het centrum zelf is helemaal... alles is op één hoogte, op één vlak gebracht. Ja. Dus het neerzetten van kramen is een stuk makkelijker. Ja. We zijn nu bloembakken aan het zetten. Ja. Dus dadelijk krijgt de uitstraling van de Mert nog heel anders. Het wordt ruimer, zoals Rien zei. Ja. We gaan de Keefheuvel op, we gaan de Broeks Gengsken in. Ja. Mensen kunnen dus dadelijk echt rondlopen. Ja.
Dus de uitstraling wordt eigenlijk nog anders. En dan ook nog 60, 70 jaar terug in de tijd. Ja. Dus het gaat een heel uniek En we hebben heel veel muziek. We hebben heel veel muziek. Ja. We hebben het Harmonieke, we hebben de Hofkapel, we hebben de Dorsblazers. We krijgen dit jaar Driek uit Best. Ja. Okay. Die lijken heel veel op de Ploegendoers. Okay. Die maken nummers van de Ploegendoers. Ze doen Dommelvolk, Gerard van Waarzakker. En ook die mensen gaan rondtrekken. Okay. Geweldig. Ja, het is geweldig. En onze eigen troubadour, Jan van der Heijden natuurlijk. Hè. Die kan niet ontbreken. Die kunnen wij niet zeggen, want die hoort er gewoon bij. Ja, precies. Nou, is de Boerenmert is wel echt een fenomeen, zeg maar, in Nederland. Hè? En we zagen het net al op het filmpje. Er kwamen mensen uit de Achterhoek. En je noemde het net al, van, nou, ze komen eigenlijk uit heinde en ver. Dat kunnen we dit jaar weer verwachten, omdat veel mensen terugkomen. Maar verwacht je ook bezoekers vanuit alle delen van Nederland? Vorig jaar heeft Toon Voets, onze penningmeester, heeft bericht gekregen van mensen uit Groningen. Werkelijk? Oké. Okay. Op het laatst hebben die gelukkig toch af kunnen zeggen, want anders waren ze helemaal voor niets gekomen. Ja. Maar uit Groningen, uit Rotterdam, mensen uit heel het land komen hier naartoe. Wauw. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Ja, dat is natuurlijk altijd een hele moeilijke vraag. Heel afhankelijk van het weer. Ja. Maar ik ga voor 12.000 betaalde bezoekers. 12.000? Ja, natuurlijk. Wow, okay. Maar er zijn nog een hoop meerdere bezoekers, want kinderen onder 12 jaar, die mogen gratis binnen. Ja, oké. Okay. Dat zijn wel bezoekers. Ja. En dit jaar is er wel een speciaal iets voor de kinderen gaan doen. Mm-hmm. Maar dan moeten we nog, de komende woensdag vergaderen wij nog. Ja. Dat zit in de maak. Ja. En dan moeten we kijken wat er slaagt. Maar dan zal degene die op de markt komen, de mert komen, die zullen dat ervaren. Ja. Wat ook nog belangrijk is voor de kinderen hier uit de Boksel omgeving. Mm-hmm. Wij willen dus een huifwagen laten rijden vanaf een station, zeg maar openbaar vervoer, en dat kost gratis. Oh, geweldig. Het kan gratis, kunnen ze meerijden. Ja. En die rijdt elk uur rijdt die op en neer vanaf het station Boksel, Noord-Mertenliemt. Ja. En dan kunnen ze ervan genieten. En als ze dus, we gaan nog ingeschat om laten, of in willen laten treinen komen, dan worden bebordingen geplaatst. Zo laat komt de huifwagen. Ja. Zo laat kunnen ze weer vertrekken en dan liever weer aansluitend op de treinen het hele land door. Ja. Wat we dit jaar zeker willen proberen is de kinderen meer betrekken bij het gebeuren op de Mert. Dus we hebben het schooltje, Ot en Sien. Ja. We hebben de poppenkast, al jaren de poppenkast. Ja. We hebben allerlei kinderspelen, ook op het Concordia Park. Ja. En daarnaast willen we nog iets speciaals proberen dit jaar, de beleving van de Mert naar kinderen toe nog sterker te maken. Ja, zodat de nieuwe generatie ook dat weer meekrijgt. Ja. Als ik jullie hoor vertellen, dan denk ik van, nou, daar zit me toch een organisatie onder, die is wel zo poepiestrak, daar gaat helemaal nergens meer over. Klopt dat? Dat valt wel mee. We hebben dus een comité die het een heel fijn team, dat mag ik rustig stellen. Ja. En iedereen zijn eigen taken. Oké. Okay. De PR-man, dat is Toon Voets bij wijze van spreken, die is niet hier nou, die komt vanavond niet. Nee. Jan die doet dus het secretariaat. En iedere aanschrijven, alle wat binnenkomt, de kramen verdelen. Ja. Ook samen met Toon Voets uiteraard. Ja, goed, Sjan van der Beelen die doet de keuken. Mm-hmm. Al wat erbij hoort, alle etens aangelegenheden. Ja. En we hebben nou heel kort gelukkig een hele goede opvolger kunnen vinden. Of iemand bijgekregen, Johan van den Heuvel. Mm-hmm. Die goede man die is gepokt en gemazen voor de Boerenmert. Want zijn ouders hebben ruim 40 jaar... vader en moeder, allebei voor de Boerenmert, jaar in jaar klaargestaan. Wow. Het grote voordeel, dit is de 44ste Boerenmert. Ja. Dus, dus we hebben heel veel, ervaring, de zaakjes. Ja. We putten uit heel veel kennis vanuit vroeger. Ja. En dan jullie zijn met een klein comité die het organiseert, maar werken jullie nou ook nog met vrijwilligers op die dag? Ja. Heel veel. Ik denk dat we misschien wel 250 vrijwilligers hebben. Wow. Het begint al bij de kassa's. Ja. En wat denk je in de keuken? Hoeveel mensen in de keuken achter de schermen, die beginnen maandag met afwassen. Ja. En die stoppen pas, waarschijnlijk donderdag na Pasen, stoppen met het afwassen. Alles weer opgeruimd. Wow. Dus er is heel veel werk. Ja. En die mensen, die hebben daar plezier in. Ja. En die zien van de Mert dikwijls heel weinig. Maar ze zijn er wel. Ja. En ze zijn heel hard nodig. Ja, dat geloof ik. En hebben er gewoon heel erg veel plezier in. Ja, hebben heel veel plezier in. Ja. Even praktische informatie. Van hoe laat tot hoe laat kunnen we mensen naar de Boerenmert? Van 10 tot 5. Ja. Van 10 tot 5. Oké, okay. En jullie hebben al een programma. Ja, wij hebben dus toevallig zijn die gisteren binnengekomen van de drukkerij. Ja. En ik wil er wat hier laten liggen. Dat is prima. Dan kunnen ze dus in feite nog eens kijken, want die programma's die gaan in Liemdehuis en huis rond. Ja, oké. Okay. En in de buitenliemde willen we ze dus overal bij gelegenheden of ergens neerleggen dat ze mensen mee kunnen nemen. Ja, nou, heel goed. En ondanks dat wij
oud zijn, hebben we wel een website en we hebben een e-mailadres. We hebben alles. Heel ook goed. Commercieel. Helemaal goed. Helemaal dus super. Wat dat betreft kan iedereen ons vinden. Nou, ik denk dat het gaat helemaal goed komen. Tweede paasdag gaat het allemaal gebeuren. Ja. En dit jaar gaan we gewoon een lekker weertje hebben. En gaan we gewoon genieten. Lekker terras weer, inderdaad. In een nieuw centrum. In een nieuw centrum. 60, 70 jaar terug in de tijd, maar met sfeer. Nou, ja. Daar kunnen de mensen van proeven. Maar heel belangrijk is, eigenlijk denk ik de enige Nederland die op deze manier zo authentiek bezig is. Ja. Want overal zijn de braderieën en alles bij. Ja. En, maar jullie ja, echt het authentieke. Alleen vasthouden wat er is. Die formule willen we erin houden. Ja, super. Ja. Heren, ik ga jullie een hele fijne dag wensen. Ja. Met goed weer. Dank u wel, ja. En blijf nog heel even zitten. Jullie worden dadelijk losgekoppeld. Want ik ga naar Petrien voor een eerste blik op de bridal. Even kijken. Yes, dankjewel. Oh, ik sta op de kabel, dat is niet handig. Oh, wauw. Dit begint al ergens op te lijken. Doe mij eens even vertellen, wat ben jij nou precies aan het doen? Want we hebben een hele mooie tatoeage, zoals de kijkers thuis ook kunnen zien. En jij bent aan het toevoegen, maar ik weet niet of de mensen het begin hebben gezien van die tatoeage. Dat weet ik ook niet, hij was helemaal zwart. Ja. Dus ik ben eigenlijk begonnen met het aanbrengen van het wit. Ja, ja. Een soort van highlight idee krijg je dan. En wit is natuurlijk altijd mooi bij een witte trouwjurk. Ja. Ja, dan wordt, wat ze zelf al zei, het wordt een heel fris geheel. Zeker voor zo'n, voor zo'n dag wordt het heel feestelijk. Ik heb vandaag gekozen, in plaats van meestal komt het op roze neer. Okay, voor groen en blauw tinten. Vind ik ook heel fris, hè? Een beetje lente. Ja. Dus daar ben ik nou mee bezig. En dan ga ik het straks nog met de strassteentjes... Je kunt ook met steentjes er straks nog op doen. Ja. Maar je kunt het ook natuurlijk zo groot maken nu als dat je wil. Dat kan. Want je zult het voor vandaag even een beetje binnen de perken houden, omdat we met tijd natuurlijk zitten. Ja, ja ik kijk natuurlijk ook altijd naar de jurk. Nou heeft ze best wel een laag jurk aan, dus je kunt inderdaad best wel... Je kunt wel naar beneden. Ja. Is dit nou, moet dan nou nog iets van tevoren, want je bent nu met verf of met schmink bezig. Maar moet dat van tevoren nog iets op de huid worden aangebracht, zodat het beter blijft zitten? Of komt er dadelijk nog iets overheen? Het wordt wel gefixeerd natuurlijk. Zodat het echt, en dan zou het een hele dag kunnen blijven zitten? Ja, zeker. Oké. En zoek jij nou heel erg, omdat haar tatoeage heel erg die symmetrie heeft, zoek jij dan ook de symmetrie in het schilderen? Of gaat dat natuurlijk? Nee, juist niet. Ja, ik doe het op gevoel. Ik denk van, daar is iets leuk en daar. Ik ga er niet van tevoren over nadenken. Nee. Het gebeurt gewoon. Gaat gewoon gebeuren. En natuurlijk zou, als je met een bruid hebt, natuurlijk de afspraak kunnen maken wat ze wel niet leuk vinden. Wat de mensen zijn. Niet dat je er ineens geel op gaat sminken en dat ze denken van, daar zit ik niet helemaal op te wachten. Oké. Hey, Laurie, ik kom heel even bij jou. Ik kom even met mijn microfoon ook. Want ik ben heel nieuwsgierig. Kietelt dat? Het kriebelt wel, ja. Oké, maar ga je dan straks, als dat er op zit, dan niet zoiets hebben van, ik moet even jeuken? Misschien wel. Kan dat? De meesten vinden het heel rustgevend, als ik het doe. Ja, heel rustgevend als het doet, maar ik zeg al, op het moment dat zij nou straks zoiets heeft van, dat jeukt. Als het droog is, dan kriebelt het eigenlijk niet meer. Dan kriebelt het, oké. Nee. En dan kan ze er ook wel, je kunt daar wel overheen, dan gaat het er niet met één veeg vanaf. Nee, want het wordt wel gefixeerd. Het wordt echt helemaal gefixeerd. Ja. Wij gaan dadelijk kijken naar het eindresultaat. Het begint nu al erg mooi te zijn, erg leuk. Ik zou er bijna zelf eens een grote tatoeage van gaan zetten, alleen maar omdat dat mogelijk is. Leuk. Ja. Moet ik? Oké. Ik krijg opdracht dat we nog even door moeten. Dat is helemaal geen probleem. Ja, we krijgen dadelijk namelijk... Op welke kamer ben ik? Ik ga op twee even praten. Nee, op twee. Ja, twee. Op twee. Want we krijgen dadelijk een heleboel jubelende meiden. Ik sta met die microfoon onder. Een heleboel jubelende meiden. En die moeten allemaal even worden neergezet. Dus we kletsen gewoon nog even lekker verder. Ja. En zeggen altijd, dat zien ze op camera niet, maar dat maakt me niet uit. Oké, op het moment, hè, want nu heb je een hele open jurk. Maar op het moment dat jij een jurk hebt die veel geslotener is, dan ben jij ook beperkter. Dat klopt. In wat je gaat doen. Klopt. Kijk, en nu bewerk ik een tatoeage, maar ik zet er ook bijvoorbeeld, iemand die geen tatoeage heeft, kan ik ook bloemetjes. Ja, natuurlijk. Je bent helemaal niet afhankelijk van die tatoeage. Nee. En stel nou dat iemand een dolfijntje op zijn rug heeft getatoeëerd en met bruiloft denkt, maar dat vind ik eigenlijk, weet je, dat is misschien niet helemaal iets waar ik nou nog steeds heel blij van word. Kun je die ook gewoon helemaal laten verdwijnen? Ja, dat kan ook. En zie je er dan helemaal niks van? Het is een heel werk, nee. Het is een heel werk, maar het kan wel. Het kan wel. Ja. Geweldig, hè? Ja. Oké. Nou, zoals ik al zei, we gaan dadelijk bij jou kijken naar het eindresultaat als ik terugkom. Dan gaan wij naar de meiden. Zitten jullie er klaar voor? Ja. Oh, jee toch. Even kijken. Ik ga er helemaal even voor, hoor. Ja.
Goeiedag zeg. Ik geloof niet dat ik in mijn hele Dommeland live carrière ooit voor zo'n grote groep heb gezeten. Dus dit vind ik echt keileuk. Dag meiden. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga het jou gelijk vragen. Vertel, wie zijn jullie? Waar kom je vandaan? Nou, wij zijn... De microfoon moet er even bij. Wij zijn MD1 uit Liens en wij hockeyen eerste klas. En wie hebben jullie, want dat is het hele team met jullie oranje, grijze, mag ik dat zeggen, grijze shirtjes. Maar jullie hebben ook twee dames meegenomen. Ja. Of nou ja, zij hebben jullie waarschijnlijk meegenomen. Ja. Vertel, want ik kan ze voorstellen, maar dat kunnen jullie volgens mij nou, veel beter. Dit is Annemarie. Dat is onze trainer op woensdag. En dat is Kim. En dat is onze coach. En die traint soms op maandag ook mee. Oké. En nou, Kim, dan ga ik even naar jou toe. Kun jij ons meenemen in het succesverhaal van deze meiden? Want die spelen inmiddels op een heel hoog niveau. Ja, ze spelen eerste klas. Ze spelen eerste klas, ja. Maar ik neem aan dat ze daar niet van vandaag op morgen waren. Nee, dan zijn ze er in één seizoen naartoe gegaan. We zijn dit seizoen begonnen in de derde klasse. Oké. In de herfstcompetitie en doorgestroomd naar de tweede klasse. Ja. En lentecompetitie in de eerste klasse begonnen. Ja, en zo, voordat je het weet, speel je gewoon in de, ja. in de eerste. Nou, is dit geen selectieteam, heb ik begrepen? Nee, dat hebben wij niet. Wij hebben twee D-teams. Ja. En dit team speelt al een jaar of vier, vijf samen. Ja. Dus die zijn echt met elkaar vriendinnen geworden ook. Ja, precies, want dit is echt een vriendinnenclub ja, eigenlijk. Ja, zeker. En het beleid is, jullie hebben inderdaad, wat je zegt, geen beleid dat er een selectie team, zeg maar, is. Waarbij de sterkste en de beste bij elkaar gezet worden. Wat vind jij van zo'n beleid, zeg maar, op het moment dat dat gedaan wordt? Ik vind dit leuker. Laat ik het daarop houden. Diplomatiek antwoord. Diplomatiek antwoord, inderdaad. Ik vind het helemaal goed. Annemarie, je bent de trainster van deze grote club meiden. Want ja, jullie hebben gezegd, zo van, ja, als we komen, dan komen we met z'n allen. One for all for one. Klopt. Waar komt die spirit vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat is er denk ik gewoon van jongs af aan een beetje ingekomen. Ik bedoel, ze zijn allemaal wel redelijk fanatiek. Ik denk ook dat hun kracht is. Ja. Dat ze er allemaal wel voor willen gaan. Ja. En daarin elkaar goed aanvullen op het veld ook. Maar goed, jij moet ze ook training geven. Ja, dat valt ik niet altijd mee. Want, het blijven ook allemaal meiden van 11, 12. Dus daarmee pubers. En het is lang niet altijd dat ze nou meteen goed luisteren. Nee. Hey, wat mag ik jou vragen? Hè? Wat is jouw naam? Romee. Wat is nou de kracht van Annemarie om jullie als trainer zo te blijven trainen? Nou, Romee. Wat heeft zij nou waarvan je denkt, van, nou, daarom is zij nou echt gewoon een toptrainster? Ja. Toen werd ze stil. Komt het omdat ze streng is? Of juist helemaal niet? Nou, soms wel. Maar dan zal het wel nodig zijn. Is dat nodig, meiden, denk je? Ja. Dat dacht ik al. Even denken, hè. Op het moment dat je... Ik heb begrepen dat jullie twee keer per week trainen. Ja. Klopt dat? En dan ben jij er... Je bent er twee dagen in de week. Ik ben van de woensdag. Oké. Okay. Ik train ze woensdag samen met Kim. Ja. En op maandag hebben ze een soort van conditietraining. Dat hebben eigenlijk twee ouders geïnitieerd, omdat dat als extra training in te voegen. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben ook vooral benieuwd wie er allemaal bij jullie staan. Dus ik wil jou eens vragen. Stel jezelf even voor. Ik ben Bo. En nou ben jij begonnen met hockeyen. Ja. Waarom? Waarom geen voetbal? Voetbal is veel populairder. Nou, heel veel kinderen uit mijn klas deden toen ik klein was. En toen leek het mij ook wel gewoon leuk. Oké. Okay. En hoe lang speel jij inmiddels al? Van groep 1-2 volgens mij. Vanaf groep 1-2? Of 3. Weet ik niet. In ieder geval al best wel een hele tijd. Ja. Oké. En jij? Ik ben Brechtje en ik speel al ongeveer 5 jaar bij HCL. Oké. En waarom ben je aan hockey... En waarom ben je aan hockey begonnen? Waarom ben jij nou met hockey begonnen? Hè? Zeg, waarom ben jij niet begonnen bijvoorbeeld met de zeer populaire voetbal? Of dachten wat je tegenwoordig ook ziet? Want... Mij leek hockey een hele leuke sport. En ja, daarom ging ik het een keer proberen. En toen vond ik het meteen leuk. Ja. Oké. Okay. En dan mag ik jou daarnaast vragen. Ik ben Kim en ik ben begonnen sinds groep 4. En het is gewoon een leuke sport, omdat je mag veel rennen. Ja. En je bent de hele tijd bezig. Oké. Okay. En hoe lang is Kim bijvoorbeeld jullie coach al? Poeh. Allang. Ja. Allang.
En wat maakt het nou dat zij nou echt een supergoeie coach is? Want ik heb het net over de trainer gevraagd, maar dan moet ik over de coach natuurlijk ook vragen. Ja, ze geven goede aanwijzingen wat je allemaal moet doen. Ja, oké. En wat is het nou, wat denken jullie nou, wat is, denken jullie zelf nou de kracht van jullie als team? Mag jij dat vragen? Omdat we het ook leuk vinden en lol in hebben. Ja, oké. En is het nou bij jullie het belangrijkste dat je als een vriendinnengroep het vooral leuk hebt? Of zijn jullie gewoon echt wel gewoon kei-gefocust op die winst? Gewoon, dat moet gewoon gewonnen worden. Nou, we hebben ook altijd heel veel lol en we willen wel altijd wel winnen. Toch, we willen wel altijd wel winnen? Ja. Oké. En en voordat je het weet heb je een microfoon voor je neus. Toek. Maar, en doe eens vertellen, waarom, wat maakt het dat jullie groep nou zo, wat denk jij dat het maakt dat jullie groep zo sterk is? Nou, we geven elkaar allemaal aanwijzingen en... Ja. We, dat vindt Kim ook. We moeten allemaal positief tegen elkaar blijven. Oké. En dat proberen we ook. Ja. Maar soms inderdaad, we zijn pubers, dus soms dan lukt het dan maar net niet. En dan, ja. Maar het is wel dat Annemarie echt de beste training geeft. Kijk. Eigenlijk, vind ik. Daar kun je zak steken. Annemarie en Kim, aan jullie hè, de vraag. Want ze zegt het al, van, nou ja, het hè, sportief of positief naar elkaar zijn. Is het sportief coachen voor jullie een grote factor? Of zijn jullie wel van die drillsoldaten die af en toe zoiets hebben van... Ja, nou, niet miepen, gewoon huppakee. Wat is jullie stijl van coaching en van training? Zal ik het zo vragen? Nou ja, weet je, ik wil in de basis wil ik wel vanuit het positieve de training geven. Maar goed, dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Ja. En ook met het coachen, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Maar ja, af en toe is het gevaar dat in je eigen fanatisme jezelf er ook wel eens een grens in overschrijdt, zeg maar. Waarin ik dan mezelf ook moet corrigeren. Maar ja weet je, in de basis moet je gewoon vanuit het positieve proberen te doen. Hoe merk je dat nou dat dat bij ouders gaat? Kun je daar met ouders, want natuurlijk... Nou, het is wel ook in de hockey is het wel een dingetje de laatste jaren in ieder geval, dat steeds meer ouders langs de kant zich toch echt wel te veel met het spel bemoeien of ook te veel met de scheidsrechters. Okay. Ja, dan moet je echt af en toe wel naar optreden dat toch eigenlijk niet is wat we willen. Nee, want ook daarin wil je vooral heel erg die positiviteit erin houden natuurlijk. Ja, kijk, iedereen doet zijn best en inclusief de scheidsrechters, spelers, iedereen bedoel, hè? Ja. Dus er nooit iemand beter gaan hokken in ieder geval door alleen maar slechte dingen te zeggen. Nee, absoluut. En dat geldt uiteindelijk natuurlijk voor elke sport. Nou heb ik net begrepen, want we gaan hem gewoon doen. Jullie hebben al even kunnen oefenen. Jazeker, de yell. Want jullie hebben een yell, toch? Ja. En wanneer gebruik je die nou? Voor de wedstrijd, na de wedstrijd? Vooraf, waar we altijd met z'n allen in een kringetje staan. Dan bespreken we ook wat we gaan doen en dan doen we altijd de yell eigenlijk gewoon. Als ritueel voor een wedstrijd om te hopen dat we gaan winnen. Om echt even iedereen... Wat zeg je? Even wachten. Even een microfoon erbij. Mijn geluidsman zit inmiddels... Daarboven. Wat zou jij zeggen? Eigenlijk gewoon een traditie of zo. I don't know. Ja. Jij is echt wel een traditie dat jullie de jel erin hebben. Dat is gewoon een ding. Nou. Ik ben er helemaal benieuwd naar. Nee, ik ben er niet benieuwd naar. Ik heb hem al gehoord. Maar ik wil hem zeker dat de mensen hem thuis ook horen. Dus zet hem maar in. Gewoon volle bak, hup, auto niet open. Laat hem maar horen. Drie raadjes voor de tegenstander, de scheidsrechter zelf. Hip, hoi, hip, hoi, hip, hoi. Wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Wie gaat er winnen? Wij! Dus! Nou, ik kan me wel voorstellen dat je daar wel echt een oppepper van krijgt. We hebben ook een jouw Oké, heel veel onder de Die gaan we dadelijk, als afsluiting gaan we die doen. Ja. Want jullie hebben die net geoefend, of niet? Ja, speciaal. Oké, top. Kim, mag ik jou nog vragen? Hè? Ja. Als je nou jullie vergelijkt met andere teams, wat maakt dan dat jullie nou, wat maakt jullie anders? De gedrevenheid van deze meiden. Ja. En de lol die ze hebben. Ja. En wij onderling ook. Ja. Dat is echt, we hebben een superteam. Ja. We hebben supermeiden. En ik denk dat het team apart maakt. Ja, en nou zei een van die meiden toen straks van... Ja, we zijn ook natuurlijk een paar pubers en een paar giebelmeiden. Is het giebelgehalte heel hoog? Moet je ze echt regelmatig bij de les terughalen? Soms of wel. Soms wel. Ja, daar hebben we een regel voor, hoor ik al. Ja. Daar heb je een regel voor, vertel. De geluidsman, daar is een regel voor. Ik wil de regel horen. Wat is de regel? Als een van ons te veel klets tijdens de uitleg, want wij moeten al 5 minuten stil zijn, maar dat kunnen we al niet. Dan moeten
dan moet heel het team een rondje gaan rennen. Dus als jij dan de oorzaak bent dat heel dat team een rondje moet gaan rennen, roept heel dat team zo bijvoorbeeld, hè. Lonneke! Oh, nee. Oh, en dan heb je het gedaan. Ja. Wat is nou, oké, maar wat is dan het meeste wat jullie ooit... Zijn jullie ooit wel eens gewoon niet toegekomen aan training, omdat er zoveel lol getrapt wordt dat jullie moesten blijven rennen? Nee, dat was tijdens de training die Lin had gegeven. Ja. Lin heeft één keer een training mogen geven bij Nora en Aniek. En gelijk als we één keer moesten lachen, rondje rennen. Dus volgens mij heeft Bente wel 5 rondjes lopen rennen. Ja. Okay. Maar nou zeg je wel iets wat mij wel triggert. Want jij zegt, een van de andere meiden die heeft een keer training gegeven. Ja. Maar hoe zit dat dan? Dat is goed. Dat mag nu ook niet meer. Ja, dat mochten we een keer doen. Of ja, nu doen we dat niet zo vaak meer. Maar, maar toen hadden we training geven volgende week of zo. Ja, maar dat spreken we dan met de trainer of we dat mogen en dan ja. Want dan zien we zelf ook hoe het is om in de schoenen te staan van een trainer. En hoe het is als die kinderen nou echt allemaal lopen te kletsen als jij het aan het uitleggen bent. Ja. En dan achteraf naar je toe komen van, wat moeten we ook alweer doen? Maar is het dan ook, want eigenlijk dat is supergoed natuurlijk, omdat je dan inderdaad voelt zo van ja, hoe dat is om in de schoenen van de trainer te staan. Maar zijn er van jullie nou ook nog meiden die zeggen van nou, ik wil dat later ook echt gaan doen. Ik wil trainer van zo'n team worden. Ja? Ja, ik weet niet. Er zijn wel een aantal van jullie die zoiets hebben van, dat wil ik wel gaan doen. En zijn er ook nog een aantal die zoiets hebben van nou, ik wil echt gewoon fanatiek, gewoon op topniveau, hoog Nederlands kampioen, Nederlands internationaal hockeyster worden. We hebben hier gewoon het nieuwe Nederlands elftal staan dus. Oranje hebben we al aan. Het oranje hebben jullie inderdaad al aan. Nou, superleuk. Ik ga dadelijk wil dadelijk jullie Jel horen. Ik ga eerst even naar Patrien, want daar gaan we kijken hoe de bruidelpaint is geworden. En daarna kom ik bij jullie terug, doen we de afsluiting en dan doen we de Jel. Voor Dommeland. Ja? Ja. Oké, gaan we doen. Superleuk. Ja. Patrien, ben je er klaar voor? Ja, bijna. Oh, geweldig. Ja, erg mooi. Ja, dit is nou natuurlijk vrij snel. Normaal doe ik er iets langer over, maar... Ja. En zoals we al eerder zeiden, je kunt het zo uitgebreid mogelijk, zo uitgebreid maken als dat je zelf wil. Maar nou wat ben je dan nou op aan het plakken? Ik ben al van die strassteentjes aan het opplakken. Dat is extra feestelijk, hè, toch, voor zo'n dag? Dat is wel extra feestelijk. En die zijn er in allerlei kleuren. Ja, en nou zie ik aan deze kant dat je bijvoorbeeld wat erbij gedaan hebt. Is dat dan dat je er daar overheen zet? Of is dit nu gewoon... Nee, daar zet ik het gewoon bij. Oh, op die manier. Ja. Dus het is, ook dit doe je gewoon allemaal uit de vrije hand? Yes, ja. Oké. Okay. Ja. Hoe lang ben jij nou normaal gesproken bezig met een wat je zegt, dit is vrij snel omdat dit binnen de uitzending is en dan zitten we in die tijd gebonden. Maar hoe lang trek je dan normaal gesproken vooruit? Dat ligt eraan hoe groot dat die is. Ja. Voor zoiets denk ik 3 kwartier ongeveer. Oké. En dan kunnen ze de hele dag mee vooruit. Ja. Nou, ja. Ontzettend leuk. Ja. Ik denk dat je wat dat betreft heel erg veel jonge bruiden geïnspireerd hebt. Het is een ontzettend mooi iets. Ik zou er zelf absoluut voor kiezen. En wat je zegt, je hebt er natuurlijk eigenlijk helemaal geen tatoeage voor nodig. Nee. Je kunt eigenlijk dit... Dat kan zo ook. Ook zo. We hebben vandaag teruggepakt, maar uiteindelijk kun je dit overal... Tuurlijk, ja. Hiervoor is ook heel mooi op het schouder. Kan overal. Ja. Nou, heb je het zelf gehad toen jij ging trouwen? Of was je toen nog niet op dat punt? Nee, op dat idee was ik toen niet gekomen. Nee? Nee. Zou je het doen? Ja. Ja? Is het iets voor alle leeftijden, denk je? Of heb je nou zoiets van, als je 90 bent en je gaat trouwen? Nee, er zijn ook 90, er zijn denk ik niet zo heel veel die trouwen. Je weet het niet. Maar het hoeft ook niet alleen. Het kan ook voor een festival of voor een feest, voor oud opnieuw. Nee, ja, dat er zijn inderdaad wel dames van rond de 50, 60 die het gewoon willen op een oudjaarsavond. Ja, waarom ook niet natuurlijk. Ja. Nee, helemaal duidelijk. Oké, nou we hebben het heel duidelijk in beeld. Het is een prachtig plaatje, ja. Supermooi. Nou, heel erg bedankt voor jouw komst. En wat kijkers thuis die weten, is dat jij ook altijd mijn visagie doet. En ik ben er altijd heel erg blij mee. Dus dankjewel ook daarvoor. Wij gaan afsluiten. Blijf nog even rustig staan. Ik ga mijn microfoon even aan de kant leggen. Want die heb ik niet nodig. En jullie meiden, die hebben absoluut geen microfoon nodig. Wat zullen we doen? Eerst de Jel. Ja, ik wil graag jullie Jel horen en dan ga ik afsluiten. Ja? Oké. 3, 2, 1. Waar moeten ze kijken? Dommeland Live! Waar moeten ze kijken? Dommeland Live! Wat is de beste zender? Dommeland! Wat is de beste zender? Dommeland! Woehoe! Yay! Oké,
Ga ik op 2, op 3? Waar ben ik? Ik ben op 3. Want meiden, super bedankt. Echt, ik vond het een feestje om jullie bij mij in de uitzending te hebben. Ook heel erg bedankt aan alle andere mensen die vandaag hier waren. Ik vond het weer een top uitzending. Erg leuk om te doen. En ik wens in ieder geval alle kijkers thuis een hele fijne avond. Mocht je meer informatie willen hebben over deze uitzending, dan kun je altijd onze website kijken, omroepdommeland.nl. Moet het goed zeggen. En dan wens ik u een hele fijne avond en tot de volgende keer. Hey! Yay! Supergoed. Dankjewel, meiden. Jullie mogen ook blijven zitten. We zijn helemaal blij.